Je leert validatievoorwaarden wissen. Klik op cel C3. Deze cel bevat een keuzelijst. We zoeken de andere cellen met dezelfde voorwaarden. Ga in het lint naar Start, Bewerken en klik op de knop Zoeken en Selecteren. Kies de optie Selecteren Speciaal. Duid de optie Gegevensvalidatie aan en kies vervolgens voor Zelfde. Klik op OKé. OK. Alle cellen met dezelfde validatievoorwaarden als cel C3 zijn nu geselecteerd. Ga naar het Tabblad Gegevens en klik op Gegevensvalidatie in de groep Hulpmiddelen voor gegevens. Klik op de knop Alles wissen. Sluit het venster met de knop OKé. OK. De validatievoorwaarde is verwijderd op het celbereik. C3, C6. We zoeken nu alle cellen met validatievoorwaarden in het werkblad. Ga in het lint naar Start, Bewerken en klik op de knop Zoeken en Selecteren. Selecteer Gegevensvalidatie. Alle cellen met validatievoorwaarden zijn geselecteerd. Ga naar het tabblad Gegevens. Groep hulpmiddelen voor gegevens en klik op Gegevensvalidatie. Er verschijnt een dialoogvenster met het bericht dat de selectie verschillende validatietypen bevat. Klik op OK en ga door naar het dialoogvenster Gegevensvalidatie. Klik op de knop Alles wissen. Sluit het venster met de knop OK. Alle validatievoorwaarden in het volledige werkblad zijn verwijderd.